Daar, ze komt. Daar. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van Familie Loco. Yeah! Jongens en meiden, wij zijn hier met z'n tweeën, want we hebben vandaag een missie. Wij hebben een missie, iets wat ik een tijd geleden heb gedaan. Ik ben een keertje helemaal alleen gaan verstoppen in een huis zonder dat ze erachter kwamen. Kijk, bijvoorbeeld hier zo, zien jullie. Dat heb ik een keer gedaan. Dus ik dacht, het is ook wel een keer leuk om een keertje samen met Deborah te doen. Esther en de kids zijn beneden. Ja. En wij gaan zo meteen weg, zogenaamd. En dan gaan wij kijken hoe lang wij het kunnen volhouden om gestopt te blijven in huis. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even en heb je zin in deze challenge van ons? Doe dan een duimpje omhoog en dan gaan wij even kijken waar mama en Mimi en Eli zijn. Ja. En dan gaan wij zeggen dat we weg gaan. We gaan naar beneden. Daar zijn ze. Oké, Mimi zit daar. Die zit lekker een filmpje te kijken, fruit te eten. Esra en Eli die zijn buiten. Gaan wij even doorzeggen. Es! We gaan er vandoor. Ja? Zien we zo meteen, ja? Is goed. Hey, hou je telly bij je en bel ik even op. Yes? Oké, doei! Mimi! Mimi! Als je ons ziet, niet verraden vandaag, oké? Kun je dat afspreken? Geen box. Geen box. Hey, doe je. Veel plezier daar. Doei! Sleutels mee voor als mama ziet dat mijn sleutels hier liggen. Dan gaat ze ook denken, hé, die zijn niet weg. Dan stoppen we hier. En dan is hier de vraag. Wat gaan we doen? Weet ik niet. Heel leuk idee eigenlijk, de hele dag thuis zitten. Maar wat gaan we doen? Weet ik niet. Wat gaan we doen? Weet ik niet. Ik weet wel wat ik ga doen. Poepen. Ik ga... Dat je later al in je kunt schenken. Hoe eerlijk sommige kinderen zijn. En ja, weet je, ik laat gewoon in de video. Jullie hebben het gewoon gehoord. Wij gaan samen even op missie. En je moet doen. Jij moet hier blijven. Want mama en Eli die zijn buiten. Jij blijft hier. En als zij hier aankomen, moet je tegen mij zeggen. Ja, want dan moeten we heel snel achter deze kast gaan verstoppen. Dus Debbie, blijf hier staan. Dan ga ik even de handkant op. Debbie. Hou ze in de gaten, hè? Ja. Ik zit daar goed zo. Wat ga je doen? Nee, nee, niet aan de gordijnen zitten, Devran. Dev, niet aan de gordijnen zitten. De gasten ook, die ziet dat we boven zijn. Zijn ze buiten? Ja. Ja. Weet je wat je moet doen? Via Eli's kamer, kijk hier. Neem de camera maar mee. Ga maar kijken of ze buiten zijn. Dan ga ik even rustig. Niet mijn film hier. Niet mijn film. Oké, we gaan kijken. Maar we kunnen ze niet echt goed zien als ze zijn. Oef, wat ga je doen? Zie je ze? Nee. Nee. Niet mijn film. Nee. We komen zo terug. Ik ben bijna terug. 1 hour later. Ik ga doortrekken, Tef. Doe die deur dicht. Want ze mogen echt niks horen. Doe de deur dicht. Dit. Ik zal dicht. Nee. Niet zo kijk wat zei je, wat vind je? Het is spannend, hè? Kom, ga vanuit mij. Kom, vanuit Eli's kamer kijken. Waar zit ze? Zit hier zo. Maar ze gaan skieren. Kijk, ze zitten daar gewoon. Kijk, ze daar zo gaan. We hebben net onze kilo's aan. We kunnen één ding doen. We kunnen naar beneden toe gaan. Ja. Zullen we wat lekkers pakken? Dat vond ik vorige keer echt spannend. Om iets uit de keuken te pakken zonder dat ze ons zien. Gaan we samen? Ja. Kom, let's go. Kom. De jackpot. We gaan de jackpot pakken. Oeh, yeah. Hey, niet zo hard lopen. Blijf altijd op een rustige mode. Wat zei je? Dit doen we als we stiekem naar beneden gaan als het te vroeg is? Zei dat nou? Ja, dat deden we vroeger. Oh, oké. Ja, is goed. Vroeger. Vooruit. Zachtjes.
pak van mij. Nee, Debbie. Ik heb heel... Pak van mij even wat drinken. Zag je. Pukken. Ze zien ons niet, hè? Nee. We staan hier. Gelijk richting de gym gaan, ja? Zeg eens, ik hou de wacht. Snel, pak wat. Ik hou de wacht. Doe maar iets. Oké. Devras, kom. Grapje. Nee, Eli. Devran, je moet echt snel wezen. Ze komen zo meteen. Nee, als ze jou zien, krijg je helemaal geen snoep. Sst, zijn daar. Oké, zijn daar achter. Devran, snel wezen. Loop naar boven. Even. Ik heb hier. Devran, lopen. Ze komen zo meteen. Lopen. Ik kan niet te lang blijven. Lopen. Zijn daar. Doe het. Lopen. Doe de jackpot dans, yeah. Oké. Deur dicht. Wat zei je? Oh, lekker. Wat heb je eigenlijk gepakt? Pistachenootjes. Oh ja, trouwens, voordat jullie beginnen over salmonella. Deze hadden we nog, we hadden gekeken naar de codes. Deze zijn nog de goede. Geef me water. Wat? Geef me water. Waar ligt die? Bij je handen. Ik ben buiten adem. Teamwork. Proost. Oh. En je zo lekker zit eten. Hou ik ze even daar zo in de gaten. Even kijken, focus. Ja, die zit daar rustig. Oké, het is even laten. Devin en ik zitten nog lekker te chillen en na het genieten van onze snackjes hier zo. Maar toen vroeg hij Devin, vreemd spannend. Hij zit hier in de kamer eigenlijk niet. Eigenlijk. Moeten we het spannender gaan maken. Devran, ja? Zullen we een challenge voor elkaar verzinnen? Oké. Ik ga wat verzinnen en jij ook, ja? A few minutes later. Oké, Devran heeft een probleempje. Hij wou kijken op zijn telefoon naar leuke challenges. Maar waar ligt je telefoon? Beneden. Oké, wat we gaan doen. Jij moet jouw telefoon pakken. En dan loop je naar de speelgoedkeuken. Pak je iets uit de speelgoedkeuken. En kom je snel erbij toe rennen. Okay. Dat is jouw challenge, oké? Kom. Dat is echt heel erg. Nee, dat is gewoon heel erg leuk. Kom, we gaan op neer. Oh ja, Devran. Zag je eens naar beneden lopen? Nee, ze ga je niet zien. Shhh. Ben je klaar voor deze challenge? Nee. Ben je klaar voor deze? Oké, wacht. Zag je eens. Oké, Dev. Ja, ga maar gewoon. Wat? Telefoon pakken en iets uit speelgoed keuken. Oké, zag je eens. Ik zou bucket gaan. Stil. Wat is dat? Zacht hier. Wacht even. Hij zit op de trampoline. Hij zit op de trampoline, wacht. Oké, jongens, maar ik ga even kijken. Esther zit daar. En Eli staat daar helemaal daarachter. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar Timmy, het wordt nu echt gevaarlijk. Oh, je hebt een challenge gehaald. Goed zo. Oké, kom. Deze is echt goed, maar ook echt erg. Wat zei je, wat moet ik doen? 10 keer opschokken bij de schuifteer. Bij de schuifteer. 10 keer opdrukken. Oké, weet je? Ik ga dat doen. Kom. Let's go. Ik kan het. Jij kon het. Ik kan het ook. Jij. Hey. Ja. Ik kon het. Jij kon het ook. Jij. Ik, dat gaat me lukken. Urgh. Bij de schuifdeur. Ja. Ik ben blij dat zoveel met. Wat
stop je onder de bed. Snel. Oh shit. Oh shit. Ik lach. Ik lach. Stil. Oké. Ik baal enorm. We wouden enig verstoppen, zo lang mogelijk verstoppen in huis. Wie de naam op Sinus is? Oké, jongens, Peter! Ook nog! Dit, oh, kijk hoe voor je ligt! Dit was zo stom. Er zijn de kinderen zijn naar beneden gegaan, maar oh, wat baal ik, jongens, en meiden. Echt. Ah, het is gewoon echt door mij. Ik ga serieus. Ik ga het gewoon helemaal redden. Deborah die gaat zo meteen verpesten en ik heb gewoon verpest. Oké, dan heb ik een vraag voor jullie. Jongens en meiden, willen jullie dat Deb en ik dit nog een keer gaan doen? En dan proberen van ochtend tot in de avond in huis te blijven zonder dat Essa en Mimi Ilia het weten? Laat weer onder reacties. Ik ga maar naar beneden toe, want het is ook veel slechter weer om hierboven te blijven. Hey Mimi! Oh, kijk zo een weertje. Dit is wel 10 keer beter dan in onze kamer verstopt te zitten. Het is de eerste keer met een hoekrapport buiten. Ja. Zal ik je even vertellen wat er net is gebeurd? Nou, wat is er gebeurd? Hij ging dus ook voor de allereerste keer met een hoverboard. Ja? Ging goed. Hij draaide mooie rondjes. Kijk, je ziet het hier misschien nog liggen, die straat. Oh, je ziet het gewoon een spoor hier zo. Ja. Ja. Met volle vaart. Hierheen. Ja. Hij stopte niet. Oh, wat is hier gebeurd? Hij knalde tegen die bloempot. Die bloempot is opgevallen. En hij vloog zo hard die krijzer naar binnen is gekomen. Nee. En ik heb het op beeld. Ja! Heb je het op beeld? Oké, okay, Essa gooit dat in beeld. Oké, het komt nu in beeld. Zo! Ik moet je zeggen, ik ben echt geen voorstander voor de hoekbord. Ik heb echt een haatverhouding met dit ding. Dit ding is levensgevaarlijk. Jij kan het net waarom aan het skileren en dit ding die... Ga er eens vanaf, Deborah. Ga er eens even vanaf. Dit ding kan gewoon zichzelf rijden en je aanvallen. Ja, ja, hij valt je aan. Kijk. Oké, maar net ging die stuk harder. Net reed die stuk harder hier. Wat gaat hij doen? Hier, hij borst op mijn planten! Dat heeft hij dus ook net met die bloempot gedaan. Kijk hoe scheef het staat. Ik haat dit ding. Hij heeft gewoon een hekel aan bloemen. Dat is echt gevaarlijk. Ja, ik denk het wel inderdaad aan bloemen. Oh. Hey, Russische roulette. We gaan hem 1 keer gewoon nog een keer laten gaan. 3, 2, 1. Blijf staan. Waar gaat hij heen? Lindling. Oh, wie is tegen gaat? Oh! Breng jezelf. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het echt een naar ding. Naar. Oei, oei. Het is echt gevaarlijk. Stop maar. Ik zou beter stoppen. We laten iemand zien die het wel kan en gelukkig onder de controle heeft. Debbie, laat eens even zien. Nee. Oké, kijk. Dit is netjes. Dit gaat goed. Goed. Aan de kant. Daar komt hij. Oké, ik ga hem eerst. Ja, nee, Dev heeft hem gelukkig goed onder controle. Maar ik vind het echt een naar gevaarlijk ding. Dat weet ik echt. Oké, tijdens de edit komen we achter dat we zijn vergeten af te sluiten. Dus hierbij wil ik je allemaal bedanken voor het kijken. Zeg, abonneer. En tot de volgende keer. Doei.